Dag dames en heren, ik neem uit aan dat er ook dames zijn. U zult misschien zeggen van, hey, ik zie zijn draadje, wat is dat voor primitief gedoe? Het was mij een mens dat het draadje zichtbaar zou zijn, want het is een hele wonderlijke obsessie in de televisiewereld dat het draadje verborgen moet worden, waardoor je vaak in ongelukkige situaties tot z'n halve ontkleding over moet gaan om draadje en kastje, er hoort ook een kastje bij, om dat op je lichaam te verbergen, wat vooral ook voor dames die er netjes uitzien vaak een rampzalige zaak is. En daarom ben ik een brede beweging begonnen en die luidt, het draadje moet zichtbaar zijn. Vandaar. Dus dat u niet thuis gaat zitten piepen, wat is dat nou voor gepruts dat er een draadje zichtbaar is. Goed, dan moeten we het hebben over de Verenigde Staten. U weet, we hebben in Nederland een obsessieve aandacht voor de Verenigde Staten. Tot mijn verbazing zag ik vanavond op televisie voor het eerst sinds tijden eigenlijk een kort item over de opvolging van mevrouw Merkel. In allerlei opzichten voor ons minstens even belangrijk als de gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Maar we beginnen nu met de gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Ik ben geen Duitslanddeskundige. Klein beetje maar, kan ik wel zeggen. En dan moeten we toch, als we het over de Verenigde Staten hebben, eerst even beginnen met de vorige president. Dat we zeggen de president die nu nog in het Witte Huis zit tot het 20 januari is, 12 uur precies Amerikaanse tijd aan de Oostkust, dan wordt de macht overgedragen van de oude president op de nieuwe president. En die houdt dan een mooie inaugurale reden. En er is ook al een tribune voor opgericht en zo. En we hebben ook al gehoord dat de oude president, namelijk Trump, niet aanwezig zal zijn. Ik denk tot velerlei opluchting op die tribune. Al is het volgens mij allemaal heel beperkt vanwege de coronatijd. Maar het huidige Huis van Afgevaardigden is een impeachmentprocedure begonnen tegen de nog zittende president. En u weet, dat hangt samen met het feit dat de president een grote menigte heeft opgehitst vorige week om in feite verhaal te gaan halen bij het Capitoolgebouw. Want hij beweert nog steeds dat hij eigenlijk de verkiezing heeft gewonnen en dat hem die verkiezingen op schandalige wijze zijn ontstolen. Dat is allemaal de grootst mogelijke flauwekul. Maar hij houdt het vol en tot op heden heeft hij volgens mij nog steeds niet gezegd dat het eigenlijk allemaal flauwekul is. En we hebben gezien wat die menigte, die boze menigte, aangericht heeft. Ik moet zeggen, het had ook wel zo zijn komische aspecten. Met name de kleding van diverse van deze kapitoolbestormers was toch wel zodanig operetteachtig dat het ook wel een beetje entertainment was. Dan zei ik het hele probleem met Donald Trump. Het is natuurlijk een schandelijke boef en zo, maar het is ook wat betreft de politiek wel een soort super entertainer. In die zin hoorde ik al mensen zeggen, nou, we gaan hem toch wel missen met die suffe Biden. Ik weet niet of ze dat serieus meenden, maar je kunt je er wel iets bij voorstellen. Nu de vraag, gaat die impeachment, gaat dat wat worden? Nogmaals, vanuit het huis is de impeachment is er al. De impeachment wordt door het huis georganiseerd op basis van één aanklacht in dit geval. En de aanklacht is opruiing met vervolgend daarop geweld tegen de Amerikaanse constitutionele en politieke orde. Naar mijn idee een hele terechte aanklacht. Maar als het huis een article of impeachment heeft opgesteld en daarvoor heeft gestemd, dat spreekt, dus dan moet een meerderheid in het huis zijn voor dat article of impeachment, dan wordt dat gestuurd naar de Senaat. En het is de Senaat die eigenlijk zit als rechtbank over degene die aangeklaagd is met dat article of impeachment. En de Senaat moet in principe degene waar het over gaat veroordeeld worden. Maar voor die veroordeling is een 2/3 meerderheid in de Senaat nodig. De huidige leider van de Senaat, Mitch McConnell, heeft al gezegd van ja, ik begin daar niet aan voor de 19e of de 20e januari. Dus dat betekent dat dat impeachmentproces in feite zou worden voortgezet nadat Biden al geïnaugureerd is als de nieuwe president. Hoe dat precies gaat aflopen, dat zou ik u niet kunnen zeggen. In principe zijn er 17 republikeinse stemmen nodig om te komen tot die 67 leden van de Senaat en dus een 2/3 meerderheid. Want vanwege de recente verkiezingen is het in de Senaat nu 50-50.
Dus wat er met de oude president gaat gebeuren, dat weet ik niet precies. Dat weet in feite niemand precies. Mij zou het verbazen als die daadwerkelijk zou worden veroordeeld. Er zijn mensen die zeggen, als die wordt veroordeeld, dan is het ook mogelijk voor de Senaat om eventueel in nog een andere uitspraak te zeggen dat die niet langer geschikt is voor federale ambten. En dat zou betekenen natuurlijk dat die niet in 2024 zich opnieuw kandidaat zou kunnen stellen, want dat kan hij nog steeds. Hij heeft maar één termijn gehad, hij mag er twee hebben, dus hij kan zich in principe in 24 kandidaat stellen, behalve als de Senaat zou besluiten om hem uit te sluiten van federale ambten.